Hallo beste kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Een nieuwe video met een tutorial over het scannen van een raamsticker. Heel erg leuk zo'n raamsticker, maar ja, als hij niet in jouw eigen stijl is, jouw eigen wensen, ja, dan is de lol er gauw af. En er waren heel veel vragen. Zag ik op internet al rondgaan over hoe dat nu eigenlijk moet. Zo'n raamsticker veranderen in je eigen, naar je eigen wensen, naar eigen ideeën. En ja, daar kwam eigenlijk geen antwoord op. Tenminste op de reacties die ik zag, zag ik niet echt een duidelijk antwoord erop. Dus ik dacht, het wordt tijd om eventjes een tutorial te maken. Zodat het duidelijk wordt hoe je je eigen mooie raamsticker kunt scannen. Nou, het is op zich niet zo moeilijk, alleen je moet eventjes weer goed weten wat je doet en even goed het kopie erbij hebben. Nou, ik zal proberen om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen en dan verwacht ik dat het vast wel weer goed komt. Wat heb je nodig? Natuurlijk een sticker, een raamsticker, want anders heb je niks om te scannen. Dat is een beetje jammer. Nou, ik heb de SMG sticker V1.1 plus templates gedownload. Die is van 14 mei dit jaar. Hier zie je maar hoe hij er eigenlijk uitziet als hij niet verandert. SMG Julius Mod Garage. Nou, fantastisch mooi allemaal. Even downloaden. Dat wijst zich vanzelf. Dat kunnen jullie allemaal. Daar hoeven we geen tutorial over te maken. Nou, wat heb je hier in elk geval wel bij nodig? Dat is de cabine DLC die door SCS ontwikkeld is. Die kun je dus verkrijgbaar onder andere op Steam. Maar die heb je dus wel nodig. Als je die niet hebt, dan heb je ook niks aan die sticker, aan die raamsticker mod, want dan werkt die niet. Dus je moet sowieso de cabine DLC hebben. Nou, ook dat is wel te doen. En natuurlijk een programma om de boel te veranderen. Nou, ik gebruik daarvoor Paint.net, is voor mij persoonlijk het gemakkelijkste, het meest eenvoudige programma. Nou, ik zet sowieso de downloadlinks wel eventjes onder aan de video in de beschrijving, zodat het voor jullie ook makkelijker wordt om de boel eventjes bij elkaar te krijgen, om vervolgens aan de slag te gaan. Wel, als je die hebt gedownload, zit die hier in je download map, bij downloads. Daar zie je hem zitten. Dubbelklik. Hier vervolgens niks mee doen. Ik zag ook al wat verhalen van mensen die kregen allemaal zwarte cabines en rariteiten nadat ze de template hadden gescand. En het lukte niet, maar daar gaat het hier volgens mij fout. Ik heb het niet geprobeerd. Hier moet je niks mee doen. Het enige wat je moet doen is deze, het SCS bestand, moet je kopiëren. Nou, in ieder geval uitpakken naar een specifieke map. Komt op hetzelfde neer. Naar de modfolder van Eurotruck. Dat is alles. Dus het SCS bestand uitpakken. Kopiëren. Naar je modfolder van Eurotruck. Daar ga ik nou even heen. De modfolder. En inderdaad, hier zie je hem staan als een SCS bestand. Daar moet je even om denken. Dus niet zoals ik het ook wel eens een keer heb gedaan, deze kopiëren, maar dan gaat het mis. Echt het SCS bestand daar even uithalen, die moet je in je modfolder zetten van Eurotruck. En dan heb je hem hier staan. Nou, dubbelklik erop en dan kom je vervolgens bij het lijstje met dev, met material, vehicle. Nou, nog een tekstdocument kun je even wat lezen, maar het hoeft niet, want daarvoor heb je deze tutorial. Het enige wat je hoeft te doen is op vehicle te klikken, truck, veel keuze heb je ook niet, upgrade. Nou, om het makkelijk te maken is het geen raamsticker, maar een wonderboom. En dan vervolgens op textures, en dan zie je twee bestandjes. Het DDS bestand
Die moet je hebben. En hier is de raamsticker. Dit is zoals hij in die mod standaard zit. Niet meer en niet minder. Enjoy the small things. Ik ben het er helemaal mee eens. Nou, dit is dus de voorkant van het raam. Het voorraam, zeg maar. Dit is in het midden van het voorraam. En dit is in de hoeken van het voorraam. En dit is, zijn de stickers die op de zijramen zitten. Dit is de kant van het stuur. En dit is de passagierskant. Dit embleem zit achter. Nou, hier heb je niks mee te maken. Dit zwarte gedeelte zie je ook niet. Dat is ook wat uitgelegd wordt in het tekstdocument, als je dat wel gaat lezen. Het zwarte, deze alfa laag, zie je niet. Hier heb je niks mee van doen. Goed, dit wil je even veranderen. Nou, ik geef je wel het advies. Ga er even ruim omheen. De eerste keer reed ik het niet en toen zag ik nog van die oude letters die hier stonden door mijn nieuwe tekst heen. Foutje bedankt, zou ik maar zeggen. Dus ik denk, weet je wat, de volgende keer, ik ga even ruim eromheen. En dan hartstikke ik alles eventjes weg. Huppakee. Je hebt geen T-Pex nodig. En andere chemische stoffen. Alleen een mooi rondje met een gummetje erin. Het is zo gemakkelijk. Zo mooi. Nou, dan wil je daar even een andere tekst hebben. Nou. Wees lekker creatief, zou ik zeggen. Hij kan best wel groot, heb ik ontdekt. Hoe groot, dat moet je zelf even uitzoeken. Nou, dan zetten we hier even een leuke tekst neer. Wat zullen we er eens even van maken? Een sticker. Een tuut. Nou, zwart is wel heel erg zwart. Het moet wel een klein beetje opvallen natuurlijk. Nou, als dit niet opvalt, dan weet ik er ook niet meer. Nu is het wel zaak, zet hem weer een klein beetje op hetzelfde plaats. Op dezelfde plaats waar die andere ook stond. Dan is de grootste kans aanwezig dat je hem dus een beetje in het midden van het voorraam hebt. Nou, mocht dat niet helemaal zo zijn, dan kun je altijd even weer teruggaan en hem even veranderen. Dat is niet zo'n probleem, maar zo moet het vast wel goed komen. We gaan straks het resultaat eens even afwachten. Nou, ook de beide zijkanten kun je dus, maar dat zijn dus gewoon stickers. Allemaal heel erg leuk. Het zijn van die zone stickers, Euro 6 zones. Ja, wel heel leuk natuurlijk. Maar je zegt van ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dat is helemaal niet mooi. Ik wil er wat anders neerplakken, want het gaat natuurlijk om het laten zien van hoe verander ik die raamsticker. Dan ga je er ook even weer ruim omheen. Je pakt de gum even van de plank en dan gum je er even ruim omheen. Nou, om even snel een voorbeeld te geven. Ik heb een aantal vrachtwagenfoto's. En dat vind ik wel leuk. Ik heb nog een oude 141 Scania van Van Delden Transport. Die zaten toen nog in Grijpskerk. De oude 141, de 8-cilinder. Nou, die dingen blijven gewoon tijdloos mooi. Goed, die heb ik geopend dus, zoals je hebt gezien. Dan klik je op bewerken. Alles selecteren. Nog een keer bewerken en samengevoegd kopiëren. Dan ga je even terug naar je template. Klik je vervolgens weer op bewerken en plakken. En ook hierbij heb je geen lijm nodig. Het is allemaal zo gepiept. Nou is dit wel heel groot. Je kan hem heel groot maken, maar dan zie je niks meer als je gaat rijden. Dus het lijkt me misschien wel verstandiger om wat te verkleinen. En dan zet je hem ongeveer op dezelfde hoogte als de tekst. En dan nagelang je verder opzij doet, zit hij dus helemaal in de hoek. In de ronding van het raam. Maar dat, ook dat is even een kwestie van uitproberen. Hoeveel blokjes als je hier vandaan wil. Of, nou ja, dat is even aan jullie zelf. Gewoon wat proberen en dan zie je wel hoe het uitpakt. Zo. Goed, nou dan even naar de andere kant. Maar die Euro 6 sticker, dat is allemaal fantastisch. Maar met de
Old Generation Scania. Tenminste, als je de oude 141 hebt, die komt denk ik niet meer in de Euro 6 zone. Maar dan brengen ze hem waarschijnlijk gelijk naar de Schroothoop, maar dat willen ze niet meer. Nou goed, daar wil ik dus even een andere een mooie vrachtwagen hebben. En nou, ik heb nog een van Vlastuin. Ook wel een heel leuk ding. Even kijken. Nou, weer hetzelfde als net. Bewerken. Alles selecteren. Bewerken. Samengevoegd kopiëren. Daar ga je terug naar je template. Vervolgens weer op bewerken en dan plakken. En dan zie je hem dus daardoor weer verschijnen. Nou. Het zou ongetwijfeld sneller kunnen om hem op dezelfde grootte te krijgen als deze foto. Maar goed, zo bedreven ben ik nog niet. Dus dan doe ik het altijd even op deze manier. Dan heb je ongeveer dezelfde breedte. En dan zijn ze wat gelijker groot. Nou. En dan hier nog even kijken of de hoogte ook een klein beetje hetzelfde is. Maar goed, ik kies dus nou voor foto's. Maar je kunt dus natuurlijk zelf ook iets maken. Hè? Een symbool. Tekst erbij of nou ja, een andere mooie sticker die je ergens ziet op het internet, die kun je dus gewoon kopiëren en hier dus gewoon bijplakken. Ook hier geldt weer, het is een kwestie van een beetje dezelfde afstand houden als wat hier ook tussen zit. En het zou mooi zijn dat je deze afstand dan ook een klein beetje gelijk hebt met deze afstand. Dan heb je hem ongeveer ja, wat in het midden zit. En ik denk dat dat wel mooi lijkt. Maar dit is een klein beetje alleen maar om een idee te geven van hoe verander ik die raamstekker nou in mijn eigen creatie. Dus het zou best kunnen dat hij zometeen een klein beetje uit het midden is, maar goed. Ik zeg altijd maar zo, het gaat om het resultaat. En mocht je denken van nou, ik zie nou al dat hij niet helemaal in het midden zit, nou dan geen probleem. Dan ga je mee. Even een rechthoekje eromheen en dan kun je hem dus zien alle kanten op maken. Nou, als je denkt van nou hij zit nou ongeveer wel gelijk, dan is het een kwestie van loslaten en afsluiten. Of in ieder geval die weg. Nou, nou heb je de vooraan, heb je zo dat je hem zelf wilt hebben. Nou prima, hartstikke mooi. Zijraam is hetzelfde eigenlijk. Even met een grote ruimte eromheen. Het gummetje weer van de plank. En zorg dat je er even ruim omheen de boel even wat weggunt. Hier kun je ook hetzelfde doen. Een symbool maken. Een tekst. Nou. Wat je maar eigenlijk wil. Je kunt het zo gek niet bedenken. Of het kan allemaal. Nou. Wat zullen we ervan maken? Driver. Ari. Benz. Nou, als je denkt van dit is heel leuk, dit wil ik op mijn zijraam hebben. Dan zie je wel, als hij eruit gaat, dan zie je hem niet meer. Ongeveer een klein beetje dezelfde hoogte aanhouden. Dan komt het vast goed. Maar je kunt hier dus nog een symbool voor doen, achter doen. Wat je zelf maar wil. Je kunt hem aanpassen, veranderen zoals je zelf denkt dat het leuk is. Nou, dat is één zijraam. Ik zeg van nou, ik wil die andere zijraam eigenlijk wel gelijk hebben. Dan gooi je deze ook maar in de prullenbak. Hartse flats. En doe je vervolgens weer een mooi tekst. Ari Benz. Een klein beetje weer op dezelfde hoogte. Ik heb er geen ervaring mee hoe het gaat als je dat niet op dezelfde hoogte doet of als je hem hier ergens neerzet. Dat heb ik zelf niet geprobeerd. Ik heb geprobeerd om het toch een klein beetje op dezelfde plaats te doen als waar de originele scan ook op zit. Maar goed, we gaan zo meteen zien hoe het is. Ik ben er klaar mee. Ik vind het hartstikke leuk zo. Als jij het ook zo denkt, als je denkt van nou het is mooi zo, het is klaar, dan ga je naar bestand. Opslaan alles.
Dan komt hij waarschijnlijk hier al opslaan als een DDS-bestand, omdat dit ook een DDS-bestand is, wat je geopend hebt. Opslaan. Natuurlijk wilt u het vervangen. Daar zijn we hiervoor. Even wachten tot hij helemaal geladen is. DXT5 en de bitmaps. Moet je even omdenken dat het aangevinkt staat. Oké. Dat is eigenlijk alles. Voordat je hem afsluit, is het misschien wel handig om hem nog een keer op te slaan. Maar dan niet als een DDS, maar als een PDN. Dan kun je hem namelijk nog een keer bewerken als je... Als het niet goed is of als het misgegaan is. Dus ik sla hem altijd voor de zekerheid nog een keer op. En in welke map, dat moet je zelf weten. Ik heb hem onder SCS Truck Scans gedaan, omdat ik meer foto's en scans daar heb opgeslagen. Nou, ik doe niet op ja, want ik heb hier één onder dezelfde naam al staan. En dan verandert hij weer en dan moet ik hem weer veranderen. Daar heb ik niet zoveel zin in. Jullie drukken op ja, ik druk op nee. Dan heb je hem alvast als PDN, kun je hem altijd weer bewerken, mocht het fout gaan. Nou, een kruisje. Als het goed gegaan is, dan staat hier archief bijwerken. Dat het bestand gewijzigd is en dat je hem bij wilt werken. Staat dit vakje er niet voor, dan is er iets misgegaan. Dus als je hem opgeslagen hebt als een DDS, nadat je hem hebt bewerkt, moet altijd dit ervoor komen staan als je die als je hem afsluit, zeg maar. Komt er niet ervoor te staan, dan moet je even weer terug gaan, want dan is dat wat fout gegaan met het opslaan. Nou, we drukken op ja en dan, als het goed is, heeft hij de scan veranderd. En zoals gezegd, dan moet je even omdenken in de mod folder van Eurotruck. Dus niet in de download, in de originele download, maar echt in de mod folder van Eurotruck. Dat is eigenlijk alles. Nou, we starten het spel eventjes op en dan gaan we kijken of hij hier ook ertussen staat. En anders moeten we hem weer opzoeken. Ik zal eens even kijken, oh, hij moet er. Zoals je ziet, er staat nogal wat in. En ik heb het idee dat hij hier vertrokken is. Nou, dan gaan we even terug. Dan gaan we eens even kijken waar die gebleven is. Maar hij staat er wel tussen. Zie, dit is hem. Nu kan het zijn dat ik het spel even moet afsluiten. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat heb ik dus niet gedaan. Ja, hier is hij. Zie? Dit is hem. Nou. Ik zaak hem even in. Bevestig veranderingen. En we gaan eens kijken waar hij staat. En hoe het geworden is. En zo zie je maar weer. Je moet zo even je hoofd erbij hebben. Want voordat je hem denkt, dan gaat het weer wat mis. En dan is hij onzichtbaar. Dan moet je het spel weer opnieuw opstarten. En dan is hij er zomaar weer voor. Nou. Ik zal hem even op rijden zetten. Dan kunnen we hem even wat... Kijk eens. Kijk. Het wordt tijd om op bed te gaan, jongens. Zie eens. Driver Aribens. Hoe mooi is dit? Hier zie je dus de foto's al. Nou. De stickertuut staat aardig in de midden. En daar zie je de Scania, de oude van Vandellen. Mooi in de hoekjes. En hier op de zijkant zie je weer driver Aribens. Nou. We gaan er gauw weer uit. En anders gaat hij zo meteen weer raar doen. Ik zou het nog even laten zien. Ik weet trouwens niet of hij hier ook bij de standaard trucks gaat werken. Maar dan gaan we even kijken. Is misschien wel leuk. Ja. Zoals je ziet, dit is de DLC die ik heb. Je kunt hem dus weer veranderen met alle... met de vlaggetjes, hoe je de vlaggetjes wilt hebben. Nou. Dat is wel even heel leuk om te laten zien. Maar dit is hem. Zo komt het eruit te zien.
zit mooi in het hoekje. Nou, doe hem wat meer naar links op de template. Dan komt hij wat meer hierin staan. Doe hem weer verder dikker op. Dan vouwt hij helemaal door de bocht heen. Is misschien ook niet helemaal leuk. Maar dat is eigenlijk naar eigen inzicht. Wat jullie maar willen. Nou, de zijkanten staan er ook wel aardig op. Ik vind het helemaal mooi zo. Dat is eigenlijk alles. Het is helemaal niet zo moeilijk. Maar je moet even omdenken wat je doet. En vooral met het uitpakken. Dan, ja, dat moet even goed, want anders dan gaat het niet werken. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Mocht het niet duidelijk zijn, als jullie er vragen over hebben, stel ze gerust. Ik zie ze onder bij de reacties wel verschijnen. Dan probeer ik daar alsnog eens zo duidelijk mogelijk antwoord op te geven. Maar dit is eigenlijk hoe het werkt met een raamsticker skin. Ik wens jullie weer ontzettend veel plezier ermee. Het gaat vast lukken. En bedankt voor het kijken. En graag tot bij een volgende video.